In deze video bezoeken wij een verlaten bioscoop. Deze bioscoop vertoonde exclusief natuurfilms en bood ruimte voor diverse activiteiten. Zowel alleen als met je partner. Bij binnenkomst hoorden we allerlei geluiden. Maar we zijn niet alleen, we horen allerlei mensen hier. En we hebben al wat gevonden hier zo. We besloten op onderzoek uit te gaan en laten we kijken hoe deze explore verliep. Goeiedag mensen, zoals je ziet, we zijn de bioscoop binnengekomen voor hetero en homo's, voor iedereen. Dus laten we even binnenkijken wat in deze verlaten bioscoop te zien is. Criminaatverzakking. Waarom? Ik trek de deur los, ja. Zie de trap naar boven en ik zie denk ik heel wat weglopen. Dus ik schrik me helemaal tegen. Het blijkt gewoon een rat te zijn, zo'n rat. Oh echt ja? Deze kant al geweest? Ja. Wat wil je? Nee. Daar gingen we ook naartoe eigenlijk. Ja, hè. Dat is gewoon lege ruimte. Stopkast. Ja. Hey, kijk, daar heb je dat soort ramen, die groene. Ja. Weegschaal. Weegschaal, inderdaad. Nog doen? Nee. Ja. Kijk maar, ben het zei, hè? We hebben bepaalde dingen mee gedaan die we niet op YouTube kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, maar echt, hè? Allemaal mooie films van de natuur, zeggen ze toch, hè? Mm-hmm. Zo. Natuurfilms. Natuurfilms, maar het is wel eenzijdig, moet ik zeggen. Ja. Dit allemaal mannelijk. Niks mis, iedereen moet zelf weten, maar het is niet mijn voorkeur. Voor mij ook niet. Nee. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen seksualiteit weten, dat maakt allemaal niks uit. Maar voor ons persoonlijk, ik kan me dat niet voorstellen. Kijk, ik trok deze open en toen zag ik daar een gat weglopen. Oh. Daar zitten mensen waarschijnlijk, dat horen we. Ik zag hem heel rustig weglopen hier. Ja, ja. Hier nog oude dingen die hier ja. Want... Oh. Ja, wat wil je doen? Er overheen gaan kruipen? Nee. Ja, dan moeten wij maar langs die deur gaan waar de mensen zitten. Hè. Kijken wat voor personen het zijn. Maar dan kan ik beter deze een beetje uitmaken eerst. Ik ben met de GoPro filmen, want het valt helemaal binnen. Kom met de camera en lamp aan. Precies. Dat is ook niet echt wat. Dus deze gaat zo uit. En dan gaan we even naar de oven, naar de GoPro van Pepijn. Die heb je aan, hè? Ja. En ze blijven gewoon doorpraten. Ja, dan komt het wel aan. Ja. Hoi. Goedendag. Engels? Duits? In Oekraïne. No English, no... Wat no... wil je doen? Kino? No kino. No, is daar? No, unten. Sorry? Unten. Unten? Ja. Dus staat op outside dan? Ah, oké. Okay. Die was ook niet nuchter, hè? Hm? Die was ook niet nuchter. Nee, maar die woont hier. Ja, dat zag ik. Nou, die is er vertrek ervan gemaakt, want die heeft een hele woonkamer van gemaakt, wat ik er zag, met ja. Lampjes en linkaarsjes. Maar we gaan hier even uitkijken dus. Maar hier kan je verder niks. Nee, maar even uitkijken met je lamp. Ja, ja. Maak de lamp even uit dan, ja? Ja. Nou, de lamp is weer aan. Zoals je ziet. Tenminste, ik kan je niet alles laten zien, maar overal. Ja. Beelden, hè? Machine. Het is wel open hier, hè? Dat je door kan steken. Kaartjes. Hier kan je ook doorsteken, hè? Ja, hier ook. Hier kijken we straks ook nog wel even. We gaan eerst dit gedeelte van de bar bekijken. Lijp. Ja. Privé.
Het is wel veel, die bepaalde soort, zeg maar. Ja, hè? Die genre, wat je nou tegenkomt. Oude dvd'tjes. Pokerspel voor de PlayStation nog. Meer Elektra, hè? Oh, fucking creepy. Kijk op de muren ook. Prachtig, hoor. Ja. Kom mensen, ja. Ja, ze komen naar beneden. Uh-huh. Maar goed. Hier kunnen dus naar binnen gaan. Ja. Heel programma. Denk om die ramen, hè? Ja. Ja. Maar kijk, dit is de bar. Lig ook op de grond, naast je voeten. Latex gag masker. Ook ja. Ja. Een condoom, glijmiddel. Of het allemaal kost. Maar check dit ook. Oh, mooie kunst daar. Kino. Nou, hier zat de bioscoop wees, hè? Oh. Dat is lijp. Dat heeft inderdaad wel wat, dit, hè? Ja, chic, hè? Ja, man. Nee, deze dan. Dit is mijn f***ing raar. Kijk dan. Oh. Ja, hier zat het scherm wezen. Film, het daar gedraaid, dat is eigenlijk. Ja, naar je een verder gaat, heb je er eentje met bankjes. Ja? Ja. Die had je privé, dan kon je een beetje kijken en lekker, hè? Ja, maar kijk uit, want de vloer is wel spekglad overal, zie je dat? Ja. Ja. Wat ken je dat goed? Ja. Kijk, vandaar al die witte vlekken hier op de muur. Ja, maar serieus, sommige, het zal ook veel spuug zijn, maar... Ja, dit sowieso, maar... Dat het expres zo gedaan is, man. Dat is zeker, hoe dit eruit ziet. Er sowieso dingen hier gebeurd, dat is niet helemaal zeker is. Het is ook heel veel spuug van jeugd waarschijnlijk, man. Maar ja, dit is gewoon nog staat, hè, het scherm. Ja, maar hier, gewoon die speakers er speakers nog aan. Speakers nog eraan. Ja, hier toch ook. Hier, binnen. Nog eentje. Oh ja, bankjes, als je gezamenlijk wil, hè. Ja, maar ja, daar stonden dan de beamers op. Ja, daarboven, hè. Ja, als je daar naar achter loopt, het wordt spekglad, joh. Ja, joh. En daar kom je in die andere gang. Ja, wat zit geladen hier ook af, voel je gewoon. Ja, en hoe hoger je loopt, nog erger. Ja, ook door bier en zo wat ze gegooid hebben, hè. Maar ja. Dit is een bioscoop, hè. Het hangt er allemaal nog wel. Dat is wel heel tof. Wow, dat is echt glad. Dan gaan we hier even kijken. Dat is de andere gang. Ja, daar stond ik eerst. En opeens hier dan. Veel kamertjes, hè? Heb je dat gezien daarnaast jou, daar? Welke kant? Daar, andere kant. Op de grond. De grond? Oh shit, wat is dat? Dat is een breuk. Oh, ja. Ik dacht dat het een rat was of zo. Het zag er heel vaag uit. Ja. Oh, hier, de rookruimte. Wat is dit? Oh hier, je privé... Privékamertjes. Nee. Ja, maar kijk. Een schermpje. Dan kon je een filmpje kijken en dan, hè? Kijk die stoel. Oh ja, joh. F***ing lijp. Het is tegenwoordig toch wat makkelijker met je mobiel en zo, hè? Met internet. Internet. Vroeger moest je maar hier dus, nou ja, hier gaan. Je kan je drinken zelfs neerleggen, je boksen daar. Dinges, tv'tjes hier. Ja, in voor 50 cent, euro, 2 euro. Biljetten kunnen hieronder. Even kijken, lager zetten.
Oh, hey. Ja? Gisteren kwam er geld uit. Ja, dat zat in een vakje. Dat zijn dus alle privékamertjes. Zo'n slot op de deur. Oh, hier. Nee, sommige zijn open, hier ook. Ja, maar hier liggen sleutels nog in. Ja, joh. Ja. Oh ja. Het lijkt me een hele domme stunt om dit hier te laten liggen, maar... Waarom is deze dan dicht? Dan ben je weer nieuwsgierig naar die ene, hè? Oh. Oh, daar boom in. Maar er zijn kamertjes genoeg. Dus we kunnen wel even een filmpje uitzoeken. Je hebt ze ook voor verschillende categorieën qua... Ja, ik zie het. Maar ik zie hier ook al vrouwen nu. Ja, ja. Dat, hè? Jongen, jongen. Het is jammer dat jullie niet kunnen zien op YouTube. Misschien is dat een idee. Dit soort dingen. De ongebeurde versie voor de betaalde leden. Met ergens een verborgen link. Ergens een verborgen. Ja, ik bedoel dan, moeten wij zelf nog even bekijken hoe of wat, of weet je wel? Je kunt het er zo opzetten volgens mij, hoor. Ja. Ja. Als jullie dat willen zien, ongecensureerde versie, laat het weten in de comments. Anders kunnen we die altijd nog wel op de website zetten. Ja, dat kan ook, ja. Precies. Dan gaan we wat verzinnen. Ja, als jij je lamp even laat staan. Ja. Want jij kan mooi belichten zo. Kan ik tenminste ook nog wat voor TikTok en zo? Ja. Privécabines gezien hebben. Hier zijn een hele collectie aan dvd's. Gevarieerd van alle categorieën. Die gang zo gaan we weer verder kijken. We gaan nog even hier kijken. De onderhoud. Mm-hmm. Maar hier hebben waarschijnlijk al die spelers gestaan. Zie je dat? Ja, ja. 33, 34. Oh, hier is een bepaalde geur. Het ruikt als een pislucht, maar ook weer niet. Nee. 2010, 2017. Blacklight. Is dat nog, ja? Mm-hmm. Nog een paar sleutels. 2015. Altijd standaard, hè? Gereedschapsetjes zijn altijd leeg die je vindt. Ja, hè? Wordt vaak meteen gestolen, hè? Ja. Ja. Ja, daar hangen kalenders van 2010, 2017, 2015. 2015. Het zal net denk ik voor 2020 gesloten zijn of zo. Ja, denk het. Kino, dagkaart kost. 2014, 11 euro inclusief 2 koffie of thee. Ja, kijk, het kan ook zijn dat je dat nou ruikt. Ja, dat kan ook. Ja.
Dan is het hier minder penetrant dan dat het daar is. Ook al als die zak blijft bij elkaar plakken aan de voet. Die zak? Ja. Maar, ik weet niet, dit heeft inderdaad ook erg water, hè? Ja. Dit is zo lijp. Dan heb je hier nog twee kamers. Ja. Geen idee hoor, maar... Nooduitgang. Maar ja, dit is toch wel lijf zo gaan. Dat is echt mooi, hoor. We gaan even bij Pepijn kijken. Oh. Helemaal kaal, leeg. Kino, videocabines. Daar hierin kijken of je moet dat pakken. Ja, dit heb ik ook gepakt. Ja. Is ook mooi, hè? In de jaren 50 opende deze bioscoop zijn deuren als een gewone bioscoop. Het was destijds het pronkstuk van de stad met een groot scherm en talloze zitplaatsen. Echter, begin jaren 80 onderging de bioscoop een transformatie en werd heropend als een adult bioscoop. In de loop der tijd onderging het verschillende renovaties en aanpassingen om met de moderne tijd mee te gaan. Helaas, tegen het midden van 2010 kon de bioscoop niet langer opboksen tegen de moderne tijdperk. Noodgedwongen diende de bioscoop een faillissement in en werden de deuren voorgoed gesloten. Oh. Ja. Was dus ook wat. Is goed onder water. Daar wordt alleen maar dieper. Ja, ik merk het daarop. Hier wordt steeds minder diep. Hier is het droog. Ja. Oh ja, de wc's. Mm-hmm. Jij kunt daar net niet lopen, denk ik, met je voeten daar. Het water loopt nog hier, hè? Ja, ik weet het. Hè? Ik weet het. Ja. Moet je de dingen even pakken anders? Ja, mag wel. Dat. Ja, meer. Filmtaal. Niet nodig, dit? Ja, ik heb toch een lamp nodig ook? Oh ja, tuurlijk, hè. Slim, hè? Hier zullen ze waarschijnlijk hun 18-plus dingetjes kunnen doen. En zoals je hoort, staat het helemaal vol met water hier. Daarom dat ik het even overpak, kan beter hier lopen dan dat hij dat kan. Dan hebben we hier een tv hangen voor de desbetreffende informatie. En hier zullen ook wel banken gestaan hebben. Gaan we weer terug naar onze meestervlogger. Heb ik nog wat beelden van jou? Zo. Marleen, hiernaast nog één naast jou. Ja? Ja. Oei. Onder water? Nee. Nog niet. Ik ben hier nog niet geweest. Oké. Okay. Gaan we hier. Gaat. Bewaren. Dat misten we hier nog. Wat? De wasmachine. Ja. Anders hang ik nog aan de lijn. Ja, ja.
De schoonmakers moeten nog komen. Ja, maar echt, hè? Of we zijn net weg, één van de twee. Ja. Die zagen die waterbende en die dachten, bekijk het. Dat is voor morgen, dat dweilen we wel. Ja, ja, precies. Zo, hè? Hey. Gewoon zo. Tijd zit erop, is voor morgen. Ja, precies. Nou, we hebben hier alles denk ik ook wel weer gehad. Het was heel interessant om te zien. Dit hebben we niet vaker gezien. Tenminste, niet op deze manier. Vaak wordt alles kapot gemaakt. Eigenlijk niks meer vind je van terug, behalve een strippaal of zo. Maar dit was wel heel tof om te zien, dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat het weten even in de comments wat jullie hiervan vonden. En dan gaan wij nu weer door naar de volgende locatie. Joe!